Hallo, ik ben 15 jaar werkzaam geweest voor de harshandel en de maffia voor Jesse Haaien. Jesse is al jaren dood, hij is vermoord. En ik heb een enorme erfenis. Maar wat blijkt nou, na lang zoeken, die erfenis die stamt niet alleen af van Jesse, maar ook van Klaas Bruinsma. Ik heb documentaires gezien over Klaas Bruinsma. Ik heb zoveel dingen met hem gemeen. De toestand met zijn vader, het overwinnen met je vermogen. Rijker zijn dan een ander, groter zijn dan een ander. Ja, op het moment dat ik helemaal niks meer had, toen kreeg ik in één keer $30 miljoen. Nou, dat was een leuk begin. En toen ben ik het hele traject van Klaas gaan volgen. Toen kreeg ik ook contacten in Hongkong. Daar had Klaas ook contacten mee. En daar zat iemand waar geld zo mee naar weer gingen. Dus ja, het was gewoon bijzonder boeiend om voor Jesse te werken. Ik weet dat hij in 12 jaar tijd 52 keer van auto is verwisseld. En ik reed altijd de dikste Mercedes en dan mocht ik inrijden. Dan haalde ik meisjes op of ik bracht hash weg of wiet. Ja. Maar het mooiste is dat ik mijn erfenis van Klaas Bruinsma heb. Ik heb gewoon $600 miljoen bij elkaar. 600 miljoen. Nou, daar ben ik wel heel trots op. En die ga ik lekker investeren en lekker horloges kopen. En lekker een mooie Rolls Royce, een mooie Ferrari. Ik wil het allemaal hebben. En ik kan het ook betalen. Nou, dit was het einde van mijn filmpje. Doei.